GCI Suriname heeft gisteravond haar National Convention 2019 geopend in de KKF Ballroom. Dit jaar houdt deze organisatie voor jonge professionals onder de 40 haar 56ste National Convention. Het thema voor dit jaar is Once Upon a Time, Write Your Legacy. Donaghy Malone, GCI President Suriname, haalde bij de opening aan dat leden van deze organisatie nu de mogelijkheid hebben te werken aan hun nalatenschap. Echter wees hij hen ook erop om anderen te helpen om zich verder te ontwikkelen. Legacy is niet gelijk aan het bekleden van functies en het bezitten van materiële goed. Functies en materiële bieden je namelijk wel de gelegenheid om een legacy op te bouwen. Vanwege je functie en materiële bezittingen wordt er extra op je gelet. Hoe ga je om met je taken, je verantwoordelijkheden? En bovenaan, hoe ga je om met mensen? Een legacy is daarom een bijproduct. Een bijproduct van excellence. Een legacy dient als voorbeeld voor mensen die beslissingen over wat ze wel of niet moeten doen. Het zijn herinneringen aan jouw handelen in moeilijke en minder moeilijke tijden. Het is ook de ondersteuning die je biedt aan anderen terwijl ze hun weg vinden. Neem daarom de tijd om anderen te bemoedigen, te coachen en ervaring met hen te delen. Trek anderen op naar het niveau, of naar een hoger niveau om het zo te zeggen. Stimuleer hen de beste versie van zichzelf te zijn. Malone zei verder dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het delen van kennis en ervaring met elkaar. Daarom vindt hij het belangrijk dat binnen GCI Suriname de leden elkaar helpen om succes te bereiken. In je functie moet je niet alleen focussen op jouw succes. Leiderschap past effectief waar teamwork en respect aanwezig zijn. Kwalitatief leiderschap vereist moedig denken, innovatie en creativiteit. Iedereen wordt hier op een of andere manier bij betrokken. Ook de andersdenkenden kunnen een bijdrage leveren. Ook zij die weerstand bieden, dragen bij. Aan ja-knikkers hebben we niets. Kwalificatie, dus die competentie, zal niet veel uitmaken als je niet communiceert. En niet werkt aan de relaties met de mensen om je heen. De band die je opbouwt met de mensen die je werkt, zal bepalend zijn voor hoe ver zij met je willen gaan. Donaghy Malone, GCI President Suriname, tijdens de opening van de National Convention 2019. GCI Suriname heeft gisteren ook haar 58ste jaardag gevierd.